Janis Kaiman, we zijn hier vanavond in Leuven. Jullie vonden met de Red Flames het publiek terug hier. Dat moet heel plezant geweest zijn, denk ik. Ja, het is een beetje zoals thuiskomen. In Leuven spelen is toch altijd heel speciaal en ja, een heel leuke sfeer die hier hangt. Dus dat is heel leuk. Ja, want de fans die spelen ook de fanfare en dat is heel plezant uiteraard en zoiets. Ja, het publiek leeft echt mee en je hoort ook dat ze de wave een aantal keer doen. Dus voor zo'n wedstrijd wil je ook voetbal spelen en ik ben heel blij dat we dit in Leuven kunnen meemaken. Ja, vanavond was het hier tegen Kosovo. Uiteindelijk is het hetzelfde resultaat als tegen Albanië, 7-0. Maar jullie begonnen heel vlot, heel snel, vlug scoren. Ja, ik denk dat we eigenlijk perfect gestart zijn en met de eerste actie direct een doelpunt scoren met Justine. Dus ik denk dat je een wedstrijd niet beter kan beginnen tegen een... Ja, want zo'n wedstrijd kan ook moeilijk worden als je een beetje in paniek geraakt en dat de bal er niet in wilt. Maar vandaag was dat niet het geval en daar kunnen we ook fier op zijn. Ja, dan er komt een moeilijke week aan of een grote week misschien. Noorwegen uit en dan die loting voor het EK volgende week donderdag in Manchester. Hoe leven jullie daar naartoe? Ja, ik denk dat we nu even morgen rusten en dan volop naar die wedstrijd tegen Noorwegen. En, ik denk dat we in onze eigen kwaliteiten moeten geloven en gewoon zien dat we er staan en dan de momenten dat we er kunnen uitkomen, daar vol voor gaan. Ja. Noorwegen is wel een goede herinnering voor jullie allemaal met die wedstrijd in Breda onder andere. EK daar 2-0 gewonnen. Wat hoop je voor dinsdag? Ja, ik hoop dat we de wedstrijd winnen. Ik denk dat dat het doel moet zijn. We weten natuurlijk dat die ploeg ook serieus veranderd is en heel veel kwaliteitvolle speelsters ook hebben. Maar ja, ik denk dat er wel mogelijkheden gaan zijn. Dus ik hoop dat we daar volop voor gaan. Ja, en vanavond Nikki Evraar stond in de goal, pakte een strafschop. Belangrijk voor haar, denk je? Ja, ik denk het sowieso. En het was ook niet gemakkelijk mee dan de eerste al te stoppen en dan terug opnieuw. Maar ja, ze heeft haar eigen getoond en dankzij haar was het 7-0 en niet 7-1. Dus ik denk dat ze fier mag zijn op haar prestatie. Ja. En dan voor jou, hoe gaat het bij Lyon? Ja, alles goed. We hebben tot nu toe alles gewonnen, dus ik hoop ook dat dat zo blijft gaan. En heel leuk format nu met Champions League, met zoveel wedstrijden. Dus heel leuk. Ja, die Champions League, dat is wel een heel totaal nieuw, hè? Ook veel publiek in die matchen onder andere. Ja, het is denk ik heel positief voor het vrouwenvoetbal dat we hetzelfde worden behandeld zoals de mannen. En hoe meer wedstrijden op hoog niveau, hoe beter het niveau gaat zijn uiteindelijk. Dus heel leuk. Ja. Oké, ik dank je. Veel succes voor dinsdag en ook voor de komende weken bij Lyon dan. Dank je wel.